Want wanneer de wijsheid weg is, kan alleen het goede nog redding brengen. U zult dat zeker met mij eens. Dit kan niet. Ik val, bedoel ik. Ik wil eraf. U vergist zich, edele heer. Dit kan heel goed. Reeds ontelbare zijn hier op hun goedheid onderzocht. Het vat van wijsheid wordt steeds lichter. Voelt u wel? Ik zak. Dat zegt nog niets. Pas wanneer u in het ravijn stort, is bewezen dat u slecht bent. Ik voor mij geloof dat niet. Er moet veel goeds in u zijn, dat zegt mijn gevoel mij. Waarom doet u dat nu? U mag niet terugspringen. De proef is nog niet beëindigd. Het is slechts een formaliteit, maar ik moet aantonen dat u goed bent. En nu zit ik ermee. Ik heb er genoeg van. Lafaard, doe mij onmiddellijk die ketting af. Dan zal ik je de toren van een heer laten voelen. Ik begin aan uw goedheid te twijfelen. Maar omdat ik nog nooit een goed iemand heb ontmoet, zal ik u nog één kans geven. Volg mij. Nog één kans. Er rest mij nog slechts één proef om zekerheid te krijgen. Dat is de vuurproef, edele reiziger. Juist. Het louterende vuur vernietigt alle slechtheid. Als u daar ongedeerd uitkomt, moet u goed zijn. Dan is alle onzekerheid ten einde. Voor mij en ook voor u. Waaruit komt? Daaruit. De wachter wees naar een geblakerd gebouwtje dat zwart uit de nacht oprees. Ik heb er genoeg van. Mijn reiservaringen beginnen mij zo ontzettend tegen te staan. Alles is beter dan dit. Ik gooi hem die kogel naar zijn hoofd. Heer Olly, en dan moet dat de nachtwaker zijn. Slechtheid. 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 Zo. Dat ding is voor mij. Oh nee, het is voor mij. Edele vreemdeling, nee. Ik heb het nodig voor de uitoefening van mijn ambt. Geef het terug, wat ik binnen mag. Het is voorlopig met je ambt afgelopen. Ga naar huis om uit te slapen. En vlug een beetje. Hoewee, opstand der vreemdelingen. Dat zal het oude gor niet dulden. Hoewee. Kom overeind, heer Olly. De nachtwaker slaat alarm. We moeten hier weg. Waar is de nachtwacht? Weg, kom gauw mee. We moeten uit deze stad zien te komen voordat er iets ergers gebeurt. Beweegt daar iets? Daar, in die nis bedoel ik? Die deur daar, jonge vriend? Nee, geen tijd. We moeten naar de poort. Vlug! Maar dit kan niet. Dit is een uitgestorven stad. Door de goedheidsproef, als je begrijpt wat ik bedoel. De deuren gaan dicht. Doorlopen, anders is het te laat. De koets. Daarmee kunnen we ontsnappen, jonge vriend. Ontsnappen, ja. Maar waarheen? Het ding deugt niet. Ik denk dat we beter kunnen lopen of mijn fiets kunnen nemen. Ik zal eens even kijken in de reisfolder. Er knarst iets achter ons. Gaat de stadspoort open? Ja, hij gaat weer open. Ik zie het. Wat komt daar naar buiten? Nee, wacht even. Na een bezoek aan de nachtwacht van Gor... leerzame ervaring? Nee, dat is het niet. Zeur toch niet! Je staat te lezen terwijl je vriend en beschermer bedreigd wordt door iets engs. Nou, stil nu even. Het heeft immers geen zin om het ene gevaar voor het andere te ruilen. We moeten weten waar... Ik wil niets weten! Hoor je dat geluid dan niet? De lokroep. De lokroep van de horrekop. Dat is het zijn dat de koets gaat vertrekken. Vlug! Gelukkig. Nu kunnen ze ons niet meer inhalen, wie ze dan ook zijn. We zijn veilig, jonge vriend. Wat u veilig noemt. Deze wagen brengt u van de ene narigheid in de andere. Daar is hij immers voor gemaakt. Praat maar. Het kan me niet schelen. Je zult er weer gelijk hebben. Ja. Maar ik heb liever een gevaar in de toekomst
dan de gevaren van deze stad. Die nachtwacht en die beproevingen waren meer dan een heer verdragen kan. En de noodklok was te veel. Die deed de deur dicht. Ja, jij hebt gemakkelijk praten. Maar het was aardig van je dat je me gevolgd hebt, jonge vriend. Je bedoeling was goed. Het zou allemaal niet zo erg zijn als ik die ketting maar kwijt was. Kan jij daar niets aan doen, jonge vriend? Heb jij geen sleutel die op het slot past? Hoe moet dat nou? Ik kan toch niet met een kogel aan het been verder reizen? Ja, ligt eraan waar we naartoe gaan. Iedere smid kan die ring van uw enkel afhalen. Hier is uw reisleider. Wij hebben het eerste deel van de tocht achter de rug. Het oude Gorm en zijn merkwaardig nachtwacht. Ja, zeg dat wel. Dat was een unieke reiservaring, nietwaar? Haal die ketting van mijn voet. Dat helpt niet. Dit is een bandopname. De reiziger zal een blijvende herinnering aan Gorm overhouden. En nu maken wij ons gereed voor het volgende doel van onze reis. Dat nog exclusiever is dan het vorige. Een bezoek aan het Château Royal. Een blijvende herinnering? Hoe vreselijk voor een heer die op weg is naar een château. We gaan dus naar het Château Royal. Klinkt goed. Maar toch zou ik er meer van willen weten. Ten slotte klonk de nachtwacht van Gorm ook niet slecht. En hoe vreselijk is dat afgelopen? Zeg nu zelf, jonge vriend. Het hinderlijke van deze reis is dat je alleen kunt zien wat achter je ligt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Waarom is er geen voorraam in het rijtuig? Ik heb de reisfolder. Dat is het middel om vooruit te zien. Eens even kijken. Hier heb ik het. Het Château Royal is het meest exclusieve hotel ter wereld. Slechts werkelijk hooggeplaatste kunnen zich veroorloven hier de maaltijd te genieten. Verfijnde spijzen, besproeid met uitgelezen dranken, strelen het gehemelte, terwijl een keur van uiterst geschoold personeel... Dat lijkt me toch wel iets voor iemand van mijn stand, wat jij? Nou... Daar kan de markies niet tegenop. Nee. Ah, de azure wijn van Château Royal, zal ik zeggen, als ik in de kleine club kom. Kijk eens door het raampje. Een echt kasteel. Ja. Zie je hoe mooi het daar in de zon ligt, jonge vriend? Ja. Geen mist en geen nevels, alleen maar schoonheid. Ja, maar toch vertrouw ik het niet, heer Olly. Alles wat iets met deze reis te maken heeft, is verkeerd, dat weet ik zeker. Oh, je ziet het weer eens te somber. Het begin van de vakantie liep een beetje tegen, dat is waar. Ja. En dat kwam omdat het nachtleven niets voor een heer van mijn stand is. Ik begrijp het nu achteraf wel, maar hier is geen nachtwacht, dat is duidelijk. Nee, daar komt een soort portier aan. Misschien is die nog wel erger. Och, ik begrijp je schroom. Voor een jong en onervaren iemand is het misschien ook wel wat moeilijk om zich in het Château Royal tussen de elite te bewegen. Je bent er trouwens niet opgekleed. Weet je wat? Blijf jij maar buiten op me wachten. Als ik u was, zou ik ook buiten blijven wachten totdat de wagen verder gaat. Tot straks, jonge vriend. Ik heb trek in een verfijnde maaltijd, na al mijn ontberingen. En een bobbel weet hoe... Hebt u misschien een sleuteltje? Een sleuteltje dat op dit slot past. Het is een herinnering aan Gorm. Deze kogel bedoel ik. Ik ben er erg aan gehecht, dat wel. Maar nu zal ik hem toch wel even willen afdoen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Blijf toch hier, heer Olly. Laten we liever een smid gaan zoeken en ergens een broodje gaan eten. Een heer weet zich onder alle omstandigheden te handhaven. Een broodje, bah! Dit wordt niets. Maar heer Bommel moet het zelf weten. Dit zijn tenslotte zijn ervaringen en niet de mijne. Ik begrijp hem niet. Hij kan de wilde wagen en dat ellendige château toch rustig in de steek laten en gaan lopen. Waarom zou hij toch altijd het moeilijkste kiezen? Maar goed, ik zal hier op hem wachten en er het beste maar van hopen.